Joop, vandaag Kuik op zondag. Het is schitterend mooi weer. Kunnen jullie het al merken aan het aantal bezoekers? Het is veel drukker als normaal op een open zondag. We hebben het vooral met het mooie weer natuurlijk niet direct kopers, maar wel dus die alles komen bezichtigen. Ja, ja. En die later Kuik intrekken natuurlijk. Hè. Ja, ja. En eventueel hier komen kijken en dan later stadium nog eens terugkomen. Ja, vooral gaan ze kijken voor later. Hè. Mm-hmm. Want het is voorjaar meestal de drukte voor ons. Hè. Maar nu kijken ze vast wat ze willen. Hè. Dat is het voornaamste op zo'n dag. Niet echt te verkopen. Nee. Oké, bedankt. Ja? Een goedemiddag, dames en heren, lieve kinderen. In naam van Les Aranisch Klaas heet ik u van harte welkom. Ik hoop dat u mijn Nederlands verstaat. Ik ben zelf Duitser, maar ik hoop toch dat u mij een beetje kunt verstaan. We gaan zo beginnen met onze luchtacrobatieshow. Maar ik moet u even meedelen dat u een afstand van 3 meter naast de kabel, onder de kabel, vrij moet houden. Anders kunnen we niet beginnen met het werken. En u ziet deze kabels, deze touwen hier over deze gespannen kabel hangen. Nou, we moeten even een beetje medewerking hebben van enkele heren die ons even willen helpen deze touwen vast te houden. Het is geen wedstrijd, geen touwtrekken. Deze touwen moeten vastgehouden worden, dat mee de kabel mooi strak getrokken worden kan. Reina, ben je klaar? Opgepast. Touwen goed strak trekken. Dames en heren, Reina Lemoine loopt over een kabel. 6 mm dun is deze kabel. Reina is begonnen met vanaf zijn leeftijd 6 jaar over de kabel te lopen. Wel niet in zo'n hoogte, veel meer minder hoogte. Maar u ziet, deze jonge artiest loopt zo zeker over deze kabel alsof hij op de grond loopt. Geeft u een applaus, Reina Lemoine groet zijn publicum. En verder gaat het naar boven. Tot helemaal de top gaat u lopen. En dan zitten ze hand daarin. Helemaal vrij, dames en heren. En daar komt ze naar beneden, Liane. En ook zij wordt weer netjes opgevangen door de twee heren daar beneden. Ik heb
En kijk, dit is onze jonge dames hangen dan even een horstlaag en handstand maken. En zo komt dat trio naar beneden hier. Bij ons hier op het Louis Jansenplein, Jan Abe, voorzitter van de ondernemersvereniging Kuik. Jan, we hebben schitterend weer en we hebben net schitterende stunts gezien hier aan het koord naar het gemeentehuis toe. Is dat een activiteit die jullie zomaar in één keer ontplooien of is dat toch wel... Want als ik begrepen heb, is dit de derde keer dat jullie Kuik op zondag doen. Ja, klopt. Boven ontzettend met het weer. Prachtig, mooie dag. Gisteren zag het er heel anders uit, zoals je weet. Ja. Het zou stormen en regenen. Maar ja, iedereen krijgt wat hij verdient. Dus ook de ondernemersvereniging Kuik. Ja. Ja, het is een onderdeel van een heel programma wat we elk jaar doen. Kuik op zondag is inmiddels de derde keer. Ja. En we zijn begonnen met de activiteiten rond de Rijksweg, de opening van de Rijksweg. Oh ja, dat toen is nu een 86 is 86. Dat en dat, toen hadden we in Kuik nog geen ondernemersvereniging. Toen was het ondernemersgebeuren, het belangenbehartige zeg maar, was eigenlijk onderverdeeld in een aantal kleinere verenigingen. Ja, 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 toen ja. Bestond het KNOV nog. KNOV, ja. En in een paar kleinere afsplitsingen. Kort daarna met die activiteit, dat was een grandioos succes, je kunt zich misschien nog herinneren. Die, ja, 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 ja. We hebben toen 11 dagen lang festiviteiten gehad op de Zwaan. Ja, ja, ja. Met een beurs en modeshow en Kuik op zondag was daar een onderdeel van. Ja, ja. Wij noemden het toen nog krentenmix zondag, maar inmiddels ja, ja. Kuik op zondag. Nou, fantastische activiteit. Ja, even terug naar die organisatie. We hebben kort daarna hebben we gewoon de koppen bij elkaar gestoken. Ja, ja. Want we vonden gewoon dat ondernemers in Kuik verenigd moesten zijn in één vereniging. En het was ook beter om de belangen op een goede manier te behartigen om één ondernemersvereniging te hebben. En we hebben, als ik het goed heb, in april 1987 hebben we gezamenlijk de ondernemersvereniging opgericht. Dus alle partijen die daar een rol in speelden, KNOV, ja, ja. CPC heette dat toen. Ja. Dat is de club die de activiteiten organiseerde. Mm-hmm. De KOS, Kuikse Ondernemersstichting, is toen de horeca heeft opgehouden te bestaan. Ja, allemaal geïntegreerd inmiddels in de ondernemersvereniging Kuik. Ja, ja. En dat gaat hartstikke goed, zie je wel vandaag. Ja, het is schitterend weer, nogmaals gezegd. Jan, de doelstellingen van de ondernemersvereniging Kuik, want jullie hebben niet alleen maar winkeliers als lid. Nee, klopt. Aan de allereerste plaats belangenbehartiging van de ondernemers in de ruimste zin van het woord. Mm-hmm. Dan organiseer je natuurlijk heel veel activiteiten voor. Dus promotie van Kuik als koop- en verzorgingscentrum. Ja, ja. Daarnaast moeten we natuurlijk ook zorgen voor een goed ondernemersklimaat. Dat is niet alleen maar het organiseren van acties, maar dan heb je bijvoorbeeld overleg op een gemeentehuis met over infrastructurele zaken, welke plannen wel, welke plannen niet. Parkeren is bijvoorbeeld een onderwerp, maar ja, dat komt zo ontzettend veel in de orde. Zaken, zie je die parkeerwachter, hebben jullie die nou aangesteld of heeft de gemeente dat aan gedacht? Nee, dat is een initiatief van de gemeente. Overigens staan wij daar positief tegenover. Dat wordt natuurlijk wel gemopperd door ondernemers die dan weer eens een klant in de winkel krijgen die een bekeuring heeft gehad en zo. Maar laten we heel eerlijk zijn. Nu is het goed geregeld. Overigens lang niet alle plekken zijn natuurlijk betaald parkeren. Nee. Kuik heeft heel veel parkeerruimte. Veel meer dan... Meer dan we denken. Ja, de voorbeelden zijn te over. De Zwaan, aan de Maas, de Markt, hier het Louis Jansenplein. Ja. En eigenlijk is alleen Louis Jansenplein betaald parkeren. Ja, ja. En voor die mensen die snel een boodschap willen doen, is het natuurlijk heerlijk dat er een plek is. En dat niet de parkeerruimte de hele dag ingenomen is door langparkeerders. Ja, ja. En dat is een hele goede zaak. Mm-hmm. Promotie en belangenbehartiging. Is de ondernemersvereniging nou nog op andere gebieden bezig? Ja, in de doelstellingen die we dus hebben, hebben we natuurlijk nog wat meer punten. Die springen er niet zo 1, 2, 3 uit. Maar we doen behalve die promotie en onder promotie valt dus een dag als vandaag. Hè, ja, 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 ja. Doen we in het overleg. Wij vertegenwoordigen dus de ondernemers in zijn totaliteit op alle fronten. Mm-hmm. Ik heb de gemeente al genoemd, maar ook een Kamer van Koophandel. Mm-hmm. Samen met de industriële kring wanneer dat nodig is. Ja, ja. In het verenigingsleven en dat soort zaken meer. Ja. Nou, niet te vergeten, we proberen ook wat te doen voor onze eigen mensen in de sfeer van marketing en kennis. Mm-hmm. Niet zozeer op het gebied van hun winkels, want daar doen ze natuurlijk zelf maar al te best. Ja. Maar bijvoorbeeld aanstaande maandag hebben we een vergadering. Een tweede deel van de vergadering is gewijd aan een stuk informatie over alle regelingen die de Commissie van Oort nou belastingtechnisch heeft voor ondernemers. Dus ook een stuk scholing, bijscholing, maatschappelijke ontwikkelingen voor de ondernemers die
Die belangen behartigen jullie? Nou, scholing is natuurlijk een veel te zwaar woord. We proberen gewoon een steentje bij te dragen als het gaat om algemene informatie of kennis. Mm-hmm. En nou, daar werkt de marketingcommissie aan. Ja, ja. Misschien wel leuk om te vertellen. Kijk, onze vereniging draait ontzettend lekker, laten we heel eerlijk zijn. Dat is alleen maar mogelijk als je enthousiaste mensen hebt. En andere Kuikse ondernemers die nog niet zo dicht bij ons staan, misschien zelfs nog geen lid zijn, er zijn er nog een paar bij. Mm-hmm. Kom er nou eens bij en steun ons. Ja. Samen zijn we sterk. Dan kunnen we van Kuik maken wat we willen. Ja, ja. Een fantastisch oord om te leven, om te wonen en ook om te winkelen. Ja, ja, ja. Ja, dus ruimte en gelegenheid genoeg. Ja. Jan, de relatie tussen het Slok en de ondernemersvereniging. Ja, ja. Nou, hartstikke leuk vandaag natuurlijk. Hè. Aan de andere kant van het plein staat jullie promotiestand. In het contact met jullie voorzitter Henny Thijs is ontzettend spontaan gegaan. Mm-hmm. Hebben we gekeken wat kunnen we vandaag doen samen. Nou, jullie hebben behoefte met jullie promotieactie volgende week. Hè. Ja, ja, ja. Nou, proberen om zoveel mogelijk mensen sympathiek ten opzichte van Slok te stemmen en een bijdrage te krijgen. Het is geen geheim, ondernemersvereniging Kuik is eigenlijk altijd al positief geweest naar het Slok gebeuren. Mm-hmm. En vandaag hebben we de hand kunnen reiken. Hè? Ja. Jullie bij ons te gast en wij vanavond bij jullie te gast in de uitzending. En, ja. Prachtig. En ik hoop in de toekomst nog vaker. Dat zullen we zeer zeker proberen. En hopelijk dat de actie volgende week dus toch goed aanslaat. Dat de mensen echt over de brug komen. Want ook zonder hun steun kunnen wij ook niet bestaan. Net zo min als jullie, denk ik. Nee, nou, medium als een Slok moet gewoon. En ik even als ondernemersvereniging tegen de mensen zeggen. Mensen, draag bij volgende week. Wij willen de Slok niet missen en u kunt de Slok niet missen. Oké, okay, dankjewel Jan voor succes dit gesprek. Succes ermee. Dankjewel. Maak je dan zelf je kleding? Ja. Je krijgt vandaag een gratis coupon voor elke koop. Dank je wel. Nee, dat was net. Slokkers. Waar gingen ze nou ophalen? Ja, ik ook. Ik kan toch ook. Niemand. Dat weten we nog niet hier, de operateur. Ik zei hier Hans Straal, ik zei dat het geluid aan staan? Nee, zeker. Ja, je hebt het geluid aan staan. Maar dat is lokaal, dus dat komt niet in de kraal. Ja, dat zat er ook in. Maar die partij klopt bij van 30 euro al bij ons in de kerk door. Ja, maar daarom zie ik het nog een keer graag. Maar dat vind ik wel leuk. Timmers, u bent een van de oudere ondernemers hier in Kuik. U bent ook al jaren bezig eigenlijk. Als ik goed begrepen heb, bent u 55 jaar hier al aan de weg aan het timmeren. Kunt u zo in het kort eens even een verschil aangeven van hoe het winkelen vroeger in Kuik was en hoe dat nu is? Nou ja, dat verschilde nogal iets. Want op de eerste plaats was Kuik een stuk kleiner. Mm-hmm. Het was eigenlijk toen ik hier kwam. Maar een dorp, want voorbij de grote weg in, nou, dat was helemaal nog niks. Helemaal niks. Dat was allemaal nog kaal. Als je hier de Fraatstraat uitliep, kwam in de Veldweg, daar stonden nog een paar huizen. Tot aan de paai stond er eigenlijk ook helemaal niks. Dus het was gewoon een stuk kleiner, dus een stuk minder mensen om voor te zorgen. U bent meteen begonnen in elektrische apparatuur.
Ja, dat is eigenlijk zachtjes al gegroeid heel in het begin. Toen had ik maar een heel klein winkeltje bij mijn zuster in de Meulenstraat. Mm-hmm. Maar ja, het was toen heel anders en snel, want nou kun je in een uur een paar centen verdienen. En toen verdiende ik vaak in een hele week mijn kastgeld niet en dat was maar 5 gulden. Ja, ja, ja. Ook de manier van geld verdienen is natuurlijk iets anders geworden. Je ziet nou regelmatig auto's met uw naam de Kuik rijden. Dat was 55 jaar geleden ook wel anders, dacht ik, hè? Ah, wie had er toen een auto? Alles moest met de fiets gebeuren en waar dat blij je fiets had. Ja, 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 ja. En toen de oorlog was, hadden we nog eens geen fiets meer. Nee, nee. Tenminste, niet met banden erop. Oké. Okay. Meneer Timmers, hartelijk dank voor dit korte gesprekje. Oké, graag gedaan. De berg op in. Ja, dat moet zijn. Dat zijn lijkje die deur naast. Waar gaan jullie omhoog? Dan, oh nee, ga maar aan deze kant omhoog. Dat is gewoon de beste kant. Goed zo. Ja.
Mag ik u wat vragen? Oh, mijn god. Ja, sorry. Dadelijk gaat het een en ander hierboven gebeuren. Ik heb helemaal geen verstand van bergbeklimmen. Kunt u mij misschien vertellen wat er precies gaat gebeuren? De bedoeling is dat dit zijn twee jonge mannen die zijn een paar weken geleden nog op en neer naar de Mont Blanc geweest, de hoogste berg van Europa. En de jongens Ronald Elbers, die komt uit Utrecht, en Gijs Janink uit Enschede. En de bedoeling is dat ze aan de buitenkant is het heel vlak, daar kun je niet klimmen. Dat ze langs de klok abseilen, dat wil zeggen dat ze aan een touw naar beneden laten glijden. Ja. Dat is altijd wel heel leuk om te zien. En dat ze dan vervolgens omzwaaien naar dat bordes, wat je daar links ziet, onder die ringen. En dat ze daar weer omhoog gaan klimmen. Dat is de opzet eigenlijk. Nou, we moeten even kijken hoe het gaat worden. Ja, dat hebben ze dus ook gedaan, tenminste dezelfde soort van... Nee, dit is nieuw. Dit is helemaal nieuw? Dit is volledig nieuw, ja. Okay, ik ben benieuwd wat het wordt. Ja, ja. Dank u wel. Ik wens ze maar succes. Goedemiddag, meneer Verstokken. Mag ik u wat vragen? Ja. Kuik op zondag. Hoe vindt u dat? Nou, ik vind het dus inderdaad een hele leuke dag. En, ik vind dus twee dagen vind ik dus heel mooi. Dus eentje in het voorjaar, eentje in het najaar. En zoals je ziet, dat brengt echt heel veel mensen op de been. En het is dus goed voor de promotie van Kuik. Hè? Ja, dus wat u betreft mag het wel vaker. De belangstelling is groot vandaag. Dit mag voor mij inderdaad vaker. Het is denk ik ook wel om het feit, omdat het iedere plaats doet, zal het iedere plaats blijven doen. Ik denk dat het van inderdaad een noodzaak is. Oké, dank u wel. Tot ziens. Meneer Koenen, mag ik u wat vragen? Heel graag. Ja. Wat vindt u van Kuik op zondag? Oh, dat vind ik helemaal geweldig, ja. Ik vind het geweldig. U hebt veel belangstelling gehad vandaag? Ja, de hele dag de winkel helemaal vol is zitten. Nou, prima toch? Ik denk dat er wel 1500, 2000 mensen erin geweest zijn. Ja.
Dat lijkt me voldoende. Op zondag. Wat vindt u daarvan? Is leuk. Is leuk. U hebt wel gezellig gewinkeld vandaag? Nog niet. We komen net kijken. Ja, we zijn hier begonnen. We proberen nou nog even naar Kuik te gaan. Oh, gezellig. Nou, ja. Ik wens u veel plezier. Ja, dank u. Dag. Meneer, goedemiddag. Mag ik u wat vragen? Kijk op zondag. Wat vindt u daarvan? Nou, ik vind het geweldig. Ja, u hebt gezellig gewinkeld vanmiddag? Nou, we zijn alleen maar hier geweest. Een beetje rondgekeken. En gaat u nu nog het dorp in? Nee. Ik heb begrepen dat het nog niet afgelopen is hoor, er is nog wel wat te doen. Ja, ik kan ik zelf. Ja. Misschien nog even kijken. Nou, veel plezier dan. Mevrouw van Schaik, goedemiddag. Hoe hebt u het gehad vanmiddag? Buiten gewoon. Het was enorm druk en het loopt nog steeds zoals je ziet, al die mensen om me heen. Het had vanavond uur is extra een trekker. Ja. Dus het gaat buiten gewoon, ja. Dus mag voor u wel vaker kijken ja, op zondag? Ja, vaker. Ja, ja. Het mag vier keer per jaar open zijn, dus we doen graag mee. Oké, bedankt. Alles. Ja? Oké. 11:33. Je hebt hem? Hij heeft hem? Graag. Tot het vliegtuig straks gaat halen.